Waarom zijn jullie hier? Wij zijn hier om samen te komen en ervaringen uit te wisselen. Om onszelf en de groepen sterker te maken. Om echte oplossingen te bieden tegen de klimaatswijziging. En welke acties hebben jullie tot nu toe al gedaan? Tijdens dit klimaatkamp waren er een 5-6 acties die zijn ondernomen. Er is een interventie geweest op een plein in Luik tegen eigenlijk de privatisering. Een plein waar dat er zand op gesmeten werd, waar dat de mensen eigenlijk helemaal gecontroleerd werden door de commercie. Dat is verstoord geweest. Er is een critical mass bike ride geweest. Wat is er nog allemaal geweest? Er is een anti-publicitaire actie geweest. Er is natuurlijk ook de grote actie geweest. Het stilleggen van een klein beetje vervoer van de luchthaven van Biersen, de cargo. Hoe heb je dat gedaan? Het stilleggen van de cargo of een deel van de cargo luchthaven van Biersen is gebeurd door een groep van ongeveer 80 mensen, waarvan een 20-tal in lokals. Die hebben de weg versperd en zijn erin geslaagd om dat gedurende verschillende uren tegen te houden. Ja. En welke acties hebben tot nu toe al gewerkt of iets opgeleverd? Iedere actie levert iets op. Zelfs al is er geen pers, zelfs al gebeurt er niks onmiddellijk in de realiteit, toch gebeurt er iets in de geesten. Al is het maar doordat mensen samenwerken en voelen hoe fijn dat is, welke voldoening het geeft om samen de wereld proberen te veranderen en te verbeteren. En vervuilen jullie hier veel in dit kamp? Of? Op dit kamp proberen we een zo klein mogelijke voetafdruk te hebben. Dat wil zeggen, alle elektriciteit die gebruikt wordt op het kamp, wordt ook geproduceerd op het kamp. Via zonne-energie, via elektrische fietsen en dergelijke. Zoals je ziet, op de achtergrond zijn wij ons ook heel bewust van onze uitwerpsel. We gaan dat op een ecologische manier, wordt dat verwerkt. Wij proberen ook het voedsel dat wij tot ons nemen te maken dat een voedsel is die zo lokaal mogelijk geproduceerd is. Op alle mogelijke manieren gaan we eigenlijk aantonen dat zonder luxe leven minstens even fijn is. En als jullie naar het wc gaan, waar doen jullie de afval dan? De kaka wordt samengebracht en gaat naar een boer die dat aan zijn planten geeft. De pipi, dat is mij nog een raadsel. Ik denk dat dat wel ergens in de grond terechtkomt, maar misschien ook wel op groentjes of zo. En het papier wordt apart gerecycleerd. Bij de kaka zit er ook nog houtzaagsel, die ook heel interessant is, zodanig dat we eigenlijk geen enkele last hebben van kleurhinder. Ah ja, en op wat koken jullie? Ik denk dat wij nog altijd op gas koken. Misschien volgend jaar houtvuur, wie weet. Ja. Dat gaat dan wel lang duren. Ja, het is normaal dat mensen hun tijd moeten nemen om aan de basisbehoeften te voldoen. Het is niet omdat het thuis met één druk op de wc uw kak weg is, dat die ook echt weg is. Andere mensen moeten dat verder bewerken. Zo is het ook voor ons afval. Als we gewoon overal verpakkingen gebruiken en heel veel afval, we zetten dat aan onze deur, het verdwijnt, maar het verdwijnt natuurlijk niet uit de wereld. Het verdwijnt niet uit het ecosysteem. Dag.